De vakantie is in aantocht in de regio. Een mooi moment om het bos in te gaan en paddenstoelen te plukken voor in het avondeten. Tenminste, dat lijken steeds meer mensen te denken. Maar volgens boswachter Tijmen van Heerde is dat een bijzonder slecht idee. Steeds meer wildplukkers nemen namelijk giftige paddenstoelen mee naar huis. En daar kan je flink ziek van worden. Vooral mensen uit Polen en bewoners van asielzoekerscentra zijn gewend om ongevaarlijke paddenstoelen te kunnen plukken, maar weten niet dat er in Nederland ook giftige soorten groeien die veel op eetbare paddenstoelen lijken. Volgens boswachter Van Heerde zijn ook in niet alle gemeenten de regels over wildplukken hetzelfde, waardoor het je zomaar een flinke boete kan opleveren. Jongeren in de regio moeten zich meer bewust worden van de gevaren van fietsen zonder licht. Daarom is ROV Oost-Nederland een campagne gestart om het gebruik van fietsverlichting onder jongeren te stimuleren. Fietsen zonder licht zorgt jaarlijks nog steeds voor veel verkeersongelukken. De campagne houdt onder andere in dat promotieteams bij sportvelden lampjes uitdelen aan jongeren die zonder licht rijden. Zo moet het verkeer in de hele regio veiliger worden, vindt de organisatie. Na het managementteam is ook het personeel van de Lindenberg haar vertrouwen in de directrice kwijt. Dat blijkt uit een peiling onder 135 medewerkers met een dienstverband bij de Lindenberg. 87% van het personeel zegt geen vertrouwen te hebben in directrice Ilse Verburg. Verburg stuurde vorige week het managementteam naar huis. Officieel zijn ze met verlof gestuurd, maar het lijkt er niet op dat de vier managers nog terug gaan komen. De positie van de directrice lijkt niet te wankelen. De ondernemingsraad en de raad van toezicht van de Lindenberg steunen haar nog steeds. De ambtelijke fusie tussen de gemeenten Druten en Wijchen moet op 1 januari 2018 afgerond zijn. Dat houdt in dat de ambtenaren van de gemeenten Druten en Wijchen in één en dezelfde organisatie gaan werken. Maar vanuit Wijchen is er onrust in het ambtelijke apparaat. Volgens de Wijchense burgemeester Hans Verheijen is dat vanzelfsprekend. En hij geeft ook toe dat het een noodzakelijke situatie is waar we met z'n allen doorheen moeten. In Druten wordt inmiddels flink gewerkt aan het gemeentehuis. Dat wordt vanaf deze week onder handen genomen. Zo komen er flexplekken waar de ambtenaren van zowel de gemeente Druten als van de gemeente Wijchen kunnen werken. Uiteindelijk zal er voor de inwoners weinig veranderen na de fusie. De inwoners uit de gemeente Druten kunnen gewoon terecht in het gemeentehuis van Druten, net zoals de Wijchense bevolking nog steeds naar het huis van de gemeente in Wijchen kan gaan.